Op naar de Euromillions Volley League, waar het Limburgse Tectum Achel zich mocht opmaken voor de komst van Volleyhaas Rode Leuven. En waar het schitterende thuispubliek er bij momenten een helse sfeer op nahield, wat de spelers en sportieve staf graag zagen gebeuren. Ja, maar dat is leuk ook, denk ik. Ik denk dat mensen volleybal komen zien voor emotie te zien. En ik denk dat er emoties in overvloed waren vandaag. Dus dat is de reden dat je volleybal speelt en dat is de reden dat je naar volleybal komt kijken, denk ik. Ja, ik vind het heel fijn om te spelen als hier de zaal vol zit. Achel heeft een heel fanatiek publiek. Ook op verplaatsing brengen die altijd heel veel supporters mee. Het doet ook heel veel deugd om terug met supporters in een zaal te kunnen spelen. Dus voor mij zijn er vandaag vele goede dingen gebeurd. Ik hou daarvan. Ik heb dat immens gemist. Ook al is het soms een beetje vijandig of noem maar op, maar los daarvan. Ik hou daarvan en dat maakt me meestal wel beter. En ja, ik heb het gewoon enorm gemist, dat volk. Dus dat doet veel. Hè. Op naar Zuid-1 dan. We gaan naar een 11 tegen 20. De eerste set gaat naar Leuven met 13-25. Bijstellen denkt Meertens Eko dan. Maar wanneer Kampforts uitvalt met een 19-15 score, is het aan ex-speler Van Wallen om zijn opwachting te maken. Achel geeft de voorsprong echter niet meer uit handen. Het staat 1 tegen 1 na setwinst met 25-18. In set 3 is het verschil ook niet groot. Beide teams blijven in elkaars buurt met onder andere de 22-23. Maar het zijn wel de bezoekers die op 1 tegen 2 komen na setwinst met 23-25. De vierde set dan, die de koekoek voor de zoveelste maal in vuur en vlam zet. We gaan naar een 17-16. Leuven blijft echter aanklampen, maar gedragen door het thuispubliek zet Achel een tandje bij en komt het zo op 2 tegen 2 na setwinst van 26-24. Ook in de vijfde set is het een schitterende wedstrijd waarin het verschil niet meteen groot is en het nog alle kanten uit kan met de 6 tegen 5. Achel pakt de 2 punten kloof dan de 11 tegen 9. Leuven heeft de zenuwen echter het beste onder controle, denken we dan, erop en erover. En zo wint Volleyhaas Rode Leuven met 2-3 na setwinst in de vijfde set van 13 tegen 15. Ja, dat denk ik wel. Er zat van alles in. Er zat spanning in, er zat ambiance in. Terug met veel volk in de koekoek hier en ja, dat is volle bak ambiance, dus spannende wedstrijd, dat is altijd leuk om te zien. Ja, ik denk dat voor een neutrale toeschouwer en zelfs ook voor de supporters dat wel een spannende en emotionele wedstrijd was om naar te kijken. Kon veel kanten uit, hè, deze wedstrijd, dus ik ben gewoon heel blij dat we gewonnen hebben. Het was belangrijk voor ons, we hebben 4 keer op rij verloren denk ik, of 5 keer met Europese wedstrijden erbij tegen Las Palmas. En we zijn met meer energie, met meer vechtlust aan het spelen. Dus ik ben blij met die overwinning. We begonnen heel slecht. De eerste set werden compleet weggeserveerd. Ze hadden ook veel te weinig grinta in de ploeg. Veel te timide, afwachtend. Ik heb op het einde van de eerste set heb ik bijna het hele team gewisseld. De tweede set startte we goed. En toen is het een vechtwedstrijd geworden. Waarbij Leuven technisch en met name de spelers op de hoeken technisch een stuk beter waren, maar we hebben echt hard gevochten daar. En terecht 2-2. We zijn blij met een punt. Uiteindelijk denk ik dat Leuven verdiend gewonnen heeft. Maar in de eindfase vijfde set stonden we toch nog met 2 punten voor. 9-7 dacht ik. Toen waren alle kansen, maar de kansen die we kregen, die hebben we niet benut. 2 free balls die we niet verzilverden. Wat commotie met de scheidsrechter. Wat irritatie op en neer. Uiteindelijk hebben we een hele slechte fase boven de 10 gespeeld en daardoor terecht verloren. Het was echt vechtvolleybal. Je zag dat beide teams echt wel die overwinning nodig hadden. Wij komen uit een moeilijke periode met
verschillende verlieswedstrijden op rij. Dus het was voor ons mentaal heel belangrijk dat wij nog eens een wedstrijd wonnen. En ik heb vechtlust gezien en dat was iets dat ontbrak, vond ik, de laatste weken.